Het is de Nationale Meewerkweek. Reden genoeg voor het bestuur van Avans om de handen uit de mouwen te steken en eens de werkvloer op te gaan. Weet je, baas hebben al gauw de neiging van dat ze denken dat het schip vaart omdat zij op de brug staan met die mooie pakken en die gouden knopen. Maar het schip vaart omdat er mensen in het ruim kolen scheppen. Hè? Gewoon zorgen dat alle dagen gebeurt wat er moet gebeuren. En dat zie je vandaag. Wij als college van bestuur, wij nemen elke dag toch echt wel dagelijks beslissingen die best wel veel impact kunnen hebben op mensen die daar elke dag mee te maken krijgen. Nou, en dat zijn misschien niet altijd de beslissingen die met een goede intentie, waarvan de uitwerking is als je hem had verwacht. Je komt al gauw in contact met docenten, al gauw in contact met onderzoekers. Maar ik zal er heel eerlijk in zijn, een schoonmaker spreek je niet zo snel. Wel eens op de gang, maar echt even stilstaan, 5 minuten spreken, niet. Laat staan dat je weet wat ze doen. En dus liepen Philip Raad, Sarah Wilton en Jacomien Ravensbergen een paar uurtjes mee met onder andere de schoonmaakploeg. Ik weet niet hoe dit moet, jongens. Stop. Ja. En dan slaan we een stukje over. Ja, gewoon zo direct hier. Ah, wacht. En dan doen we altijd de keer terug. En dan gaat Jaak, als het goed is, omhoog. We moeten dat veel, veel en veel en veel meer doen. En ik zit ook te veel opgesloten achter die laptop en op bestuurskamers en in vergaderingen en met stukken. Ik hou me wel aanbevolen om het vaker te doen. En misschien ook wel meer dan een dag. Zo'n dag is ook weer voor mij een wake-up call. Dat ik denk van ja, verdomd, weet je wel, je kamer uit en naar buiten, mensen spreken, mensen ontmoeten. Ja, dat is het beste wat er is en het mooiste wat er is. Dat wordt weer wat anders.